Hoi, van harte welkom bij vlog nummer 70. Even een disclaimer vooraf voordat deze vlog begint. Um, er komen beelden voorbij van de Stephen West Mystery Niddelong, um, dat wil zeggen alleen beelden van Clue 1. Inmiddels, als ik dit opneem, is clue 2, of als dit de lucht in is clue 2 al bijna een week uit. En uh, de beelden die je ziet zijn alleen van clue 1, waar ik op dit moment nog uh, lekker rustig mee bezig ben. Maar mocht het zo zijn dat je nog helemaal niks wil zien van de mystery sjaal van uh, Stephen West... Uh, omdat je nog wil starten en dat op een later moment wil doen, dan moet je deze vlog nog even niet kijken. Heb jij Clue 1 lang gezien en ben je misschien zelfs al aan Clue 2 bezig? Of doe je helemaal niet mee aan de Mystery Niddellong? Dan is er dus niks aan de hand. Maar ik wilde dit wel even gezegd hebben. Heel veel kijkplezier uh, met vlog 70. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. hear the crickets see the moon side by side and through and Het is, als ik dit opneem, zondag 16 oktober, heel vroeg in de ochtend. Ik heb net een lekkere strandwandeling gemaakt en ben eventjes wat dingen hier op werk aan het doen. En dacht ik ga nu het grootste deel van vlog 70 vast opnemen. Uh, deze vlog zal bestaan uit wat losse beelden. Ook verder uh, en waarom. Mijn man vertrekt straks voor werk een aantal dagen naar Maastricht. Redelijk onverwacht. We uh, weten het nou wel een weekje, uh, maar die is dus een paar dagen weg. Dus dat betekent voor mij: uh, uh, een paar dagen de kids naar school brengen en ophalen. Uh, daar komt bij dat uh, vrijdag bleek dat Aagje corona heeft, en uh, ze is er ook best wel ziek van. Gelukkig niet. Heel ziek, maar ze heeft wel echt behoorlijk keelpijn. Is flink aan het hoesten. Uh, dus die heb ik de komende dagen ook uh, bij me. En ik ben achter de schermen ontzettend druk bezig met de adventpakketten. En dat maakt gewoon dat ik komende week uh, geen tijd heb om een rustige zit- en praatvlog op te nemen. Toen dacht ik eerst zal ik hem dan helemaal overslaan deze week. Maar ik vind het veel te leuk om deze vlog te maken. Dus ik heb besloten. Om het zo te doen. Uh, de volgorde is hetzelfde. Dus ik ga vertellen wat ik aan het breien ben. Wat ik af heb. Welke boeken ik lees. Uh, of er nog meer Jan Molenbeek-updates zijn. Um, maar je ziet mij dus niet nu drie kwartier lang alleen maar praten. Het zal afgewisseld worden. Met wat losse beelden. Omdat ik uh, her en der wat tussendoor op zal nemen. En daarmee hopelijk toch een hele fijne vlog voor je creëer. Um, voordat ik begin, ik wil uh, iedereen die afgelopen weken weer een donatie heeft gedaan voor deze vlog, ontzettend bedanken. Je kunt altijd via PayPal of Kofi. Beide linkjes staan altijd onder de video uh, en een Paypal linkje vind je ook bovenin op mijn YouTube kanaal, kun je een paar euro overmaken om met mij een kopje koffie digitaal te drinken. Dus als je zegt nou, ik heb erg genoten van deze vlog uh, en uh, nou ja, ik heb een kopje koffie met je samen gedronken zei het digitaal. Je kunt altijd een kleine donatie doen uh, en dat hebben veel mensen weer gedaan de afgelopen weken waar ik heel dankbaar voor ben want dat betekent gewoon dat ik deze vlog ook kan blijven maken terwijl het bedrijf Mirjam Molenbeek hard uh, groeit. Um, ja, is dit ook voor mij een bron van inkomsten geworden die ook maakt dat ik um, ja dit, de tijd hiervoor kan blijven nemen. Dus ontzettend dankjewel als je uh, een donatie hebt gedaan. In de vorige vlog, vlog 69, heb ik ook benadrukt dat, um, hè, dit is vlog 70, ik ben een behoorlijke tijd al bezig en dat maakt dat ik wellicht soms ook over dingen praat waarvan jij als beginnend breister of breier um, of je bent enigszins gevorderd of je bent al heel ver gevorderd, uh, maar ik noem dingen waarvan je denkt, hé, waar gaat dit over? Um, blijf dat zeker altijd vragen. Ik leg het heel graag uit. Uh, ik ben vooral een breidocent. docent, um, dus ik leg heel graag dingen uit. Naar aanleiding van die oproep in vlog 69 kwam er een leuke vraag binnen onder de video. Je mag je vraag dus ook elke keer, je mag mij mailen op info.miriammolenbeek.nl of je mag je vraag achterlaten onder deze video. Uh, er worden ook wel eens vragen ingezonden via Instagram... Daar wil ik eventjes één ding over zeggen. Als je mij volgt op Instagram, um, ik probeer altijd alle uh, de DM's en dingen te beantwoorden. Uh, het feit wil alleen dat ik aan het proberen ben, nee, eigenlijk niet aan het proberen ben, bezig ben. Ik ben een stuk minder aanwezig uh, op Instagram. Dus echt alleen nog maar. Opgezette tijden om het leukste delen en om even te kijken. Um, maar ik heb deze weken gewoon heel erg hard de tijd nodig om de adventpakketten voor te bereiden. Om plannen uit te werken waar ik uh, ja, mee bezig ben. Um, daar ben ik echt heel veel mee bezig. Ik ben bezig met nog steeds met het ontwerpen van de adventsokken. Inmiddels. Um, zijn er veel testbreiers met de sokken aan de slag gegaan? Wat super fijn is, want ik krijg enorm veel feedback. Uh, dat maakt dat ik dan vervolgens weer een sok uithaal, uh, opnieuw begin, een nieuwe techniek uit wil proberen. Dus daar ben ik heel erg druk mee bezig. Uh, en dat is echt waar ik me op aan het focussen ben. Dus de mail wordt heel goed in de gaten gehouden. Ik zie de YouTube reacties ook altijd heel goed. Maar Instagram heeft nou eenmaal een beetje een onhandig systeem als het om privéberichten gaat. En soms uh, zie het pas een paar dagen later of dan is het een beetje verdwenen. Dus als je echt antwoord wil hebben op een vraag, kun je het beste altijd eventjes mailen. Um, maar de vraag die de vorige keer uh, onder de video werd achtergelaten is, ja, je hebt het wel vaker over een kal, een nittelong, um, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, superleuke vraag en leg ik heel graag uit. Een nittelong is letterlijk samenbreien. Dus je gaat samenbreien vaak aan eenzelfde project. Um, wat je nu bijvoorbeeld ziet bij de Steven West Mystery Nidderlong, waar ik later ook uh, uh, laat zien hoe ver mijn sjaal af is, dat is echt een jaarlijks terugkerende Niddelong. Uh, je kunt via Ravelry. vaak zie je dan bijvoorbeeld bij Steven West heeft een eigen Ravelry groep. Daar zie je de niddalong staan uh, en daar kan iedereen in de wereld uh, commentaren achterlaten, foto's delen. Je ziet ook heel vaak uh, een onderdeel waarin je dan uh, uh, gewaarschuwd wordt van kijk uit, hier laten mensen foto's zien. Uh, je hebt ook uh, vaak een kletsonderdeel waar je elkaar kan helpen enzovoort. Uh, op Instagram gebruik je dan een bepaalde hashtag die iedereen kan volgen. Uh, en je bent dus met z'n allen in dit geval de mystery sjaal van Stephen West aan het breien. Dus uh, we krijgen nu elke week een nieuwe clue. Dus het is een mysterie uh, wat het daadwerkelijk gaat worden. Um, een gewone niddelong is, um, nou ik heb bijvoorbeeld, ik doe dat, ik deed dat vroeger ook wel in, de, in mijn revelry groep. Er is een Mirjam Molenbeek revelry groep. Uh, maar daar heb ik eigenlijk al een hele tijd niet zoveel mee gedaan. En dat komt omdat ik tegenwoordig de online Breikampus heb. En daarin zit het online Breikafé. En daar doen we ook heel vaak niddelongs. Dus bijvoorbeeld als er een nieuw patroon uitkomt, uh, dan wil ik wel eens ook echt een middelong groep daarvan maken. Dus uh, we hebben op een gegeven moment koffie- uh, en kabelsocks gedaan. Um, dat was een patroon van Ineke die dat ontworpen had. En uh, we zijn op een bepaalde datum met z'n allen gestart. Dus dat is dan het idee van nou, we starten op 1 november. en iedereen zorgt voor die tijd dat hij zijn spullen klaar heeft. En vanaf 1 november gaan we zes weken lang samen aan die sokken breien. En dan kun je elkaar helpen en erover kletsen en elkaar tips geven. Um, nu is er bijvoorbeeld ook, uh, er kunnen in het prijkafé ook oproepjes gedaan worden. En er waren mensen die wilden. Samen de Festival van Petit Nit breien. Uh, Super fijn als je dat patroon al heel lang wilde breien. Maar je durft het niet helemaal alleen te doen. En je. Uh, um, uh, wil dat gewoon lekker samen doen met een groepje. Dus het kan zo groot en zo klein als je wil. Het kan in een Revelry-groep gebeuren. Het, in mijn geval gebeurt het dus in het Breikafé, in de online Breikampus. Uh, soms wordt het ook alleen op Instagram uh, georganiseerd. Dus er zijn YouTubers bijvoorbeeld die dan zeggen: van nou, we gaan met z'n allen een niddelong op Instagram doen. En vanaf 1 september gebruik je die en die hashtag. En als je dan die hashtag volgt op Instagram, dan zien we elkaars projecten. En soms zit er ook een prijs aan vast. Dus het is heel vaak zo dat als je dan meedoet en je hebt je project af en je post een foto, dan uh, kun je prijzen winnen. En het, is altijd, het loopt altijd vanaf een bepaalde datum tot en met een bepaalde datum, zodat je echt gewoon met een groep uh, aan het breien bent. Je kunt het natuurlijk ook lokaal doen, gewoon met mensen in een breiwinkel, daar allemaal een aantal weken bij elkaar komen en breien aan hetzelfde project. Um, dus ik hoop dat dat je vraag beantwoordt, uh, wat is een Nederlander? Dat wilde ik even noemen. Dan ga ik nu door met wat ben ik aan het breien. Nou, ik ben dus echt heel erg druk bezig met de adventsokken. Dat uh, slokt het grootste deel van mijn tijd op, maar die kan ik niet laten zien. Ehm. Um, uh... Ja, dus daar ben ik heel erg veel aan bezig. En uh, ik heb echt iets heel leuks ontdekt. Ik kan dat niet met de sokken laten zien. Maar ik ga even snel een paar sokken pakken. Zo, dit zijn uh, de Rye Light sokken. Die heb ik al een hele tijd geleden uh, gebreid. En die hangen hier als voorbeeld sokken. Um, het geval wil met de Advent sokken die uh, worden top-down gebreid via de Magic Loop-methode. Um, en ik kan niet te veel verklappen, maar ik heb al vaker gezegd... Het, er zit colorwork in de sokken. Um, dus er komen straks ook allemaal video's aan die bij die adventsokken horen... Uh, in de online breikampus komen echt alle vier de Adventzondagen uh, uitlegvideo's, maar ook een beetje vlogs achter de schermen. We hebben dan een extra momentje op Zoom in december om over die sokken te praten. Maar het kan ook zijn dat je het Adventpakket los hebt gekocht en uh, het, het sokkenpatroon daar dus bij krijgt. Uh, maar ook dan kun je de video's bekijken. Die video's die zullen gewoon openbaar worden, dus ook. Al heb je, uh, ga je deze sokken niet breien. Dan komen er straks video tutorials aan waar ik uh, heel veel ga zeggen over het breien van Colorwork. Dus uh, nou ja, die komen ook hier op het YouTube kanaal. Heel veel aan het ontdekken, heel veel aan het leren. Uh, en ik had dus op een gegeven moment uh, het patroon ontworpen. En het patroon is naar testbreiers gegaan. En er zat een stukje bovenin in het Colorwork gedeelte. Waarvan meerdere mensen zeiden: nou, ik zou daarin iets opschuiven. Um, want nu lijkt het net alsof er een foutje in zit. Nou, ik had daar zelf ook al mijn twijfels over. Ik had iets gedaan uh, wat me wel leuk leek. Maar al breiend ja, dacht ik ook: van: is dit nou leuk? Um, dus ik twijfelde daar al over. Nou, toen kwam dus ook de feedback van het lijkt net een foutje, dus ik zou daarin iets schuiven. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik ben de volgende sok gaan breien met het nieuwe patroon. Alleen de rest van de sok was helemaal goed en ik zit een beetje met een deadline, want ja, dat patroon moet ook nog in een mooie layout vorm gezet worden. Daar moeten mooie foto's bij komen. Nou, ik heb die sokken nu al zo vaak gebreid. Ik moet straks gewoon een paar hebben dat ik goed op de foto kan zetten. Voor, in, uh, uh, voor in, um, in het patroon, in het uiteindelijke patroon. Ja, dan kan ik niet een foto maken van die sok die af is, waar dan dat foutje in zit. Want dat schept denk ik een beetje verwarring. Maar ik dacht, ja, het kost ook echt super veel tijd om gewoon nog weer een hele sok te moeten breien. Want ik wil ook uh, sokken, ja, de sokken in verschillende kleuren breien. Dus meerdere voorbeelden hebben. dus... Ja, nou ja, we weten allemaal, dus sokken breien ook niet in een dag, zeg maar. Dus ja, ik zat naar die sok te kijken. Ik denk, ik moet dat op kunnen lossen zonder die hele sok tot daaruit te hoeven trekken. Want ja, dan kan ik net zo goed helemaal opnieuw beginnen. En wat heb ik gedaan? En ik weet niet of ik het nog um, zou kunnen voordoen hoe ik het gedaan heb. Ik denk ook dat dit echt iets is wat ik alleen durf, omdat ik al zoveel jaren breiervaring heb. En de laatste weken echt. Ja, ik ben echt heel erg bezig met het ontwerpen, met opnieuw beginnen, met dingen uithalen, met... Weet je, ik, ik krijg daar... Ja, ik heb daar gewoon heel veel vertrouwen in. En ik dacht, ja, deze sok, die ga ik misschien wel dragen, maar ik kan hem niet gebruiken voor het patroon. Dus er moet sowieso nog, nog een sok komen. Dan heb ik dadelijk drie dezelfde sokken, ja, waar, waar dan één klein foutje in zit. Nou, dat vond ik allemaal zonde. Dus wat dacht ik? Ik denk, nou, die sok, die ga ik of niet gebruiken... Dus ik ga nu iets proberen. En dat kan zijn dat ik die hele sok verpest. Maar dat is dan zo. Maar het kan ook zijn dat het goed gaat. Wat heb ik gedaan? Ik heb de sok afgeknipt met een hele scherpe schaar. Tot het punt. Tot net boven het punt waar het foutje zat. Ik dacht, dat moet kunnen. Ik moet het uit kunnen. Want echt uithalen als je het hier uh, los haalt, dan zit echt je draad elke keer door je lusjes heen. Dus dan zou je. Elke keer je draad uit elk lusje moeten gaan halen. Um, ja, dat, daar ben ik net zo lang mee bezig als een hele sok breien, denk ik. Dus uh, ik dacht, ik zet gewoon de schaar erin. En dan zou het toch zo moeten kunnen dat ik die steken oppak. Dat ik dan het patroontje omhoog brei. Want hij is op zich. Op zich zou je het hele uh, collarwork-gedeelte ook uh, um, van de teen naar been kunnen breien. als je de boel omdraait. En toen dacht ik, dat moet toch kunnen, dat ik dan die steekjes opneem en dat ik dan het stukje gewoon omhoog brei. Dan hoef ik maar zo'n stukje opnieuw te breien. En wonder boven wonder, ik ben echt even een uur geconcentreerd gaan zitten en het is gelukt. Ik heb het afgeknipt. Uh, je krijgt dan allemaal losse draadjes, maar op een gegeven moment krijg je ook een begindraad en op dat punt kan je hem wel redelijk makkelijk loshalen. Toen ben ik net boven de. Boven het gedeelte waar ik het moest gaan verbeteren, ben ik de steken op gaan nemen. En toen heb ik de draad verder uitgetrokken. En toen ben ik de ronde alle steken recht gaan zetten. Dus het was her en der gebeurd dat ik een steekje te laag of te hoog op had genomen. Maar door dat gewoon stapje voor stapje na te lopen, eh, kreeg ik uiteindelijk weer het goede aantal steken op de naalden. En ik ben het collerwerk naar boven gaan breien. En ik heb de sok dus, nou ja, hij is iets anders dan. Aan de rand, omdat ik hem dus naar boven toe en daar heb afgekant. En dat is net eventjes een iets ander uiterlijk dan wanneer je hem daar opzet en naar beneden breidt. Maar ja, dat verschil zie je echt bijna niet op de foto. Um, en het is gewoon gelukt. Dus dat vond ik echt ontzettend leuk om te doen. Ik merk ook echt dat ik heel veel plezier heb in het ontwerpen. En uh, ja, ik ben achter de schermen daar, uh, daar ook lekker mee bezig. Me heel erg aan het verdiepen in bepaalde dingen. Dus uh, wordt vervolgd dus dat uh, heel veel adventsokken aan het breien en ik ben dus bezig met de uh, um, uh, of zit ik nou ben ik eigenlijk begonnen met met wat heb ik af ja ik ben begonnen met wat heb ik af dus nu moet ik eigenlijk door naar wat ben ik aan het breien nou ik ben dus bezig met deze sjaal van Steven West ik laat hem eventjes in beeld zien dit is dus het eerste, de eerste clue die ik heb gedaan um, van de sjaal. Uh, ik ben daar gewoon nog lekker mee bezig. Zoals ik zeg, ik ben heel druk met die advent-dingen. Uh, ik ben ook nog bezig met de adventpakketten. Uh, bij een aantal pakketten zit, ook, uh, zit ook een uh, drawstring-bag. Dus die ben ik ook aan het naaien. Dat doe ik alleen dit jaar. Die zijn echt heel exclusief. Volgend jaar uh, ga ik dat anders doen. Uh, maar voor nu vond ik het heel erg leuk om zelf ook weer even heel creatief bezig te zijn. Maar ook dat kost een hoop tijd. Dus ja, die Steven West Nederland. Ik ben er wel echt consequent elke avond mee bezig. Ik heb dat in een van de vorige vlogs gezegd. Uh, uh, aan het einde van deze maand ben ik jarig. Um, dus ik wilde echt heel graag een project voor mezelf hebben. Waar ik heel bewust, juist in deze drukke weken, heel bewust uh, zelf aan ga breien. Dus s'avonds thuis ben ik echt aan de uh, West Nids. Steven West twist and turns mystery, middellang aan het breien. Uh, maar goed, daar kan ik pas aan beginnen als alles en iedereen op bed ligt en ik rustig zit en uh, moet toch een beetje mijn hoofd erbij houden. Um, dus ik ben eigenlijk heel blij al met hoe, uh, hoe het gaat en hoe die verder gaat. Ik heb wel ook stiekem al naar clue 2 gekeken. Uh, Sommigen van jullie zullen daar misschien inmiddels al lang aan toe zijn. Maar daar zag ik dat uh, je ja, um, van tevoren kreeg je te horen dat je uh, twee hoofdkleuren uh, nodig had. Die een beetje um, ja, een beetje met elkaar goed gaan. En een hele contrasterende kleur. En ik had dus zoals je ziet. Ik had die beetje rooige En die. Um, die gespikkelde en ik had de uh, gele die had ik bij elkaar heb ik ook in de vorige vlogs laten zien. Uh, ik dacht die gele die popt mooi, maar nu ik de video zag dacht ik, hmm, die rode en die gele die moeten dus met elkaar gaan poppen, maar ik vind ze toch net iets daarvoor te veel bij elkaar liggen. Dus ik ben gaan stash en ik kwam die petrolblauwachtige kleur tegen. En uh, die heb ik toevallig ooit bij uh, Steven West in de winkel gekocht. Uh, hij was er zelf niet, maar uh, bij Steven en Penelope toen ik een uh, workshop van Andrea Maury daar volgde. Uh, overigens heb ik een Andrea Maury trui aan, die je misschien een tijd niet hebt gezien. Hij is een klein beetje aan de grote kant en hij was onderin uitgescheurd. Ik. Heb hem nu aangetrokken na mijn strandwandeling, want ik had het hier een beetje fris. Um, maar ik ga hem dus een beetje opkalifateren. Uh, het naaimachine staat nu toch boven klaar, omdat ik al die tassen aan het naaien ben. Dus uh, er zit een stukje onder aan deze. Misschien weet je het nog, kijk je de vlog al heel lang. Maar er is hier dus een stukje uitgescheurd. Nou, daar ga ik een beetje de. Ik word een beetje wazig ineens. Uh, daar ga ik een beetje de steekjes van samenrapen en dan een mooi labeltje erover naaien. Is die weer goed draagbaar? Hij is inmiddels ook wat, wat ruim aan het vallen, maar het is de, de Wool and Honey van uh, Drea René Nits. Ik heb daar breipakketten van in de webshop. Uh, als je die wil vinden, linkjes staan altijd onder de video. Maar goed, terug naar het verhaal. Uh, ik had die kleur blauw, die petrolachtige, heb ik dus ooit bij Steven en Penelope gekocht. Ik had toen die kleur en nog een kleur om daar een brioche muts van Andrea Maury van te gaan breien. Nou, dat liep toen een beetje anders. Daar was ik aan begonnen, maar dat uh, ging toen niet goed. Dus ook dat staat in de planning voor de komende maanden om echt een keer goed te gaan zitten, uh, om het brioche breien uh, onder de knie te krijgen. En niet alleen het brioche breien op zich lukt me wel, maar het herstellen van fouten nog niet zo goed. Um... Uh, maar goed, die, ja, die kleur, die hield ik dus bij de sjaal die ik nu had en toen dacht ik, dit is perfect. En die brioche muts, uh, ik heb waarschijnlijk straks genoeg van het garen over om die muts alsnog te maken. Uh, en die gele die ik dus had van Atelier Sopra, die ga ik denk ik ook nog wel in de sjaal verwerken, maar uiteindelijk heb ik dus één van die twee over en die gaat weer heel goed bij de andere kleur die ik een keer gekocht had. Dus dat komt later wel weer goed. Maar uh, heel veel zin om deze kleur toe te voegen. Uh, en ik denk dus ook gewoon dat ik stiekem ergens nog die vierde kleur toe ga voegen. Um, dus dat is echt waar ik nu aan uh, aan het breien ben. Daar, uh, daar ben ik nu lekker druk mee bezig. Mirjam Molenbeek Updates. Nou goed, die heb ik eigenlijk tussendoor al genoemd. Ik ben gewoon achter de schermen heel erg hard bezig nu met de adventpakketten. Uh, het liefst bij ons begint volgende week de herfstvakantie. Uh, we gaan dan nog een nachtje naar de Efteling en de kids zijn lekker thuis. We gaan nog een, een ochtendje naar het theater. Uh, heel leuk, Eline is sinds een aantal maanden um, toneel aan het spelen. En via het theater waar ze zit. Um, uh, ja, daar worden ook heel veel voorstellingen gegeven. Ook in de herfstvakantie. Uh, dus daar gaan we ook nog een keertje heen. Dus ik wil zoveel mogelijk voor die herfstvakantie af hebben. Um, tegelijkertijd, wat ik al zei, zijn er heel veel dingen. Ik ben voor de. Uh, voor de Online breikampus komen er nog video's aan. Daar staan sinds een aantal weken video's voor toe-up sokken ook in tutorials, waarbij ik je stap voor stap leer om toe-up sokken te breien. Nou, daar komt nog een nieuwe opzetmethode bij. Daar komen nog twee nieuwe heel-methodes bij. Dus, dus dat komt er allemaal aan. Dus het zijn heel veel dingen waar ik achter de schermen mee bezig ben. En wat ik zei, het ontwerpen vind ik ook erg leuk. Dus dat ben ik ook een beetje aan het uh, ontdekken. In hoeverre ik dus ook. Um, ja, wat ik nu eigenlijk met de Adventpakketten of met de Adventpatronen over het derde jaar op rij doe. Elk jaar uh, heb ik de afgelopen um, twee jaar ook gedaan. Een patroon ontworpen. En daar videotutorials voor in de breikampus gezet. Uh, en ik wil gaan kijken of ik daar uh, meer van kan doen. En niet alleen maar met Advent. Dus dat is uh, een heerlijke zoektocht uh, waar ik op de achtergrond ook mee bezig ben. Waardoor ik dus. Uh, Misschien wat minder actief uh, ben op de socials uh, uh, en dingen. Uh, als je op een gegeven moment denkt: Wat is er weinig op Instagram of zo? Niks aan de hand. Dus ik ben gewoon heel veel leuke nieuwe dingen aan het ontwikkelen en bedenken. Om uh, ja, straks weer voor jullie in de lucht te gooien. Um, dus dat zijn een beetje de, de updates eigenlijk. Uh, ja, dat. Dus door met de boeken die ik aan het lezen ben. Ik vertelde al, ik weet niet of ik hem nou vorige keer al had. Volgens mij was ik vorige keer echt net begonnen dat ik een tip van jullie, een van jullie had gehad. Uh, het boek zeg maar Agaat van uh, Margot uh, Ross, die je wellicht kent. Ik, ik kijk het nooit hoor, maar ze is van Toren C. En met haar partner Jeroen Kleine staat een fotootje op de achterkant. Uh, erg leuk boek. Ik ben nu, uh, nou ja, ik denk dat ik het nog in één of twee avondjes en dan, uh, dan heb ik het uit. Uh, lekker een feel-good boek. Ook wel wat leerzame levenslessen. Uh, het gaat eigenlijk over twee hoofdpersonages. Een wat oudere dame die haar uh, man uh, verliest. En nou ja, tussen de regels door blijkt dat niet het meest gelukkige huwelijk geweest te zijn. Uh, en er is eigenlijk een grote liefde waar ze ooit niet mee verder is gegaan. En. Uh, uh, dus dat is agaat. En dan heb je een jonge Karim. Die ziet haar op een gegeven moment in de supermarkt een briefje ophangen. Uh, dat ze op zoek is naar iemand die kan helpen haar zolder leeg te ruimen. Want er staan natuurlijk heel veel spullen nog van haar man. Blijkt ook dat ze uh, um, een beetje een expat leven hebben ge geleefd. Dus ze heeft op heel veel plekken in de wereld gewoond. Heel veel spullen verzameld. Ja, er zit een hele droge soort humor in. Uh, ja, af en toe is het niet heel slim om het boek s'avonds te lezen. Zeker als mijn man al eerder slaapt dan ik. Dan uh, moet ik me soms echt. Dan ja, ik lig soms echt te schaterlachen. Um, dus uh, ja, goed. Hij slaapt toch overal doorheen. Dus dat scheelt. Maar als je een wat gevoeligere partner hebt. Dan, uh, dan zou ik het boek niet naast iemand lezen die al slaapt. Af en toe is het ook eigenlijk ineens weer een beetje heel treurig. Het zijn ook twee personages waarvan je denkt. Ja, ik weet niet of je ze nou zo in die vorm tegen zou komen in het dagelijks leven. Maar je zou het wel willen dat mensen zo lekker in elkaar zaten en lekker direct. En uh, ja, ik geniet er erg van. Ik ben ook erg benieuwd hoe het afloopt. En uh, heel veel plezier aan. Um, het was kinderboekenweek, tien uh, dagen. Ik heb daar vorige keer ook iets over gezegd. Uh, heel leuk, we zijn naar Andy Griffiths geweest. Als je kinderen hebt in de leeftijd 8 tot uh, 12. Dan uh, ken je waarschijnlijk wel de waanzinnige Boomhutten uh, reeks. Uh, inmiddels al heel veel boeken van verschenen. En uh, ik heb twee grote fans in huis. Elina en Pieter zijn echt zwaar fan. Um, Elina had op een gegeven moment alle Boomhutten boeken gelezen. En Pieter die kwam een beetje op het punt een paar maanden geleden dat hij zei. Ja. Moet nou lezen. Zo'n beetje groep 5. De startersboekjes, die zijn wel voorbij. Maar ja, wat ga je dan nu lezen? En toen vroeg Elina aan hem: van, nou wat zou je willen? Ja, een beetje iets met avontuur en humor. En toen zei zij: Dan moet je de, de waanzinnige Boomhut gaan lezen. Ik zal ook linkjes naar de boeken hieronder plaatsen. Ehm... Um, of in elk geval naar het nieuwste boek. Dan kun je even kijken als je er nog nooit van gehoord hebt. Andy Griffiths dus. En uh, Pieter die die is ook echt helemaal verslaafd aan die boeken. En uh, nou ja, daar kan je als ouder alleen maar heel blij mee zijn... dat ze dus met plezier naar bed gaan om een boek te lezen. Um, en wat wilde nou het geval? Andy Griffiths kwam bij ons in Paagman, de boekhandel vlakbij waar ik ook een tijdje gewerkt heb. Uh, dus daar hadden we ons voor opgegeven. Het was een donderdagmiddag uit school. Dus we moesten echt uit school racen. Ik had wat te eten voor ze meegenomen. En uh, nou ja, het was mega druk daar. Uh, Andy Griffiths komt uit Australië. Dus het is niet uh, heel vaak dat hij in Nederland is en dat je hem kunt bezoeken. Dus we waren er lekker op tijd en het werd drukker en drukker. Dus Aagje had zoiets nou, dit uh, hoeft niet voor mij. Dus wij hebben ons uh, in een wat rustiger deel van de winkel vermaakt. Uh, en Pieter en Eline die hebben dus een uur lang naar Andy Griffiths geluisterd. Uh, hij sprak in het Engels, maar Edward van de Vendel, ook een schrijver, die was erbij en vertaler van, de, van zijn boeken. Um, ja, ik heb er dus niet heel veel van meegekregen, want ik was uh, Aagje aan het entertainen. Uh, maar ze hebben het ontzettend leuk gehad. Daarna kon je in de rij voor een handtekening. Ze hebben twee uur in de rij gestaan, maar het is gelukt. Ik zal even wat fotootjes delen. En natuurlijk is ook op het einde Aagje aangesloten. Die dacht, doe mij ook die handtekening. Ze had er niet uh, twee uur voor in de rij gestaan, maar hè. Uh, Eline heeft een heel boek uitgelezen terwijl ze in de rij stond. Zo mooi om te zien. Want ja, we konden dus ook zeggen: we gaan naar huis en we bestellen een boek en we laten het signeren. En dan kan je het altijd een paar dagen later ophalen. Absoluut niet. Ze wilden echt zelf van hem die handtekening. En met hem op de foto. Nou, daar kan ik alleen maar superveel respect voor hebben. Dus uh, echt heel erg leuk. Vanmiddag, het is nu uh, wat, wat ik zei. Als ik dit opneem, ik, ik edit hem dus wat later. Want ik moet straks naar huis en afscheid nemen van mijn man. En de boel thuis overnemen. Uh, dus ik zal deze gewoon weer op een woensdag, uh, denk ik, editen en uh, online zetten. Maar vandaag is het dus zondag uh, 16 oktober. Als ik dit opneem, zeg ik dat goed? Ja. Uh, vanmiddag zou ik met Aagje nog naar Boer Boris gaan. Oftewel op tijd van Lieshout en Filip Hopman. Uh, erg leuk de uh, boer boeken voor peuters, kleuters en net iets daarboven. Uh, maar ja, Aagje zit thuis met corona. Dus, uh, dus die slaan we even over. Uh, maar we hebben mooie boeken allemaal gekocht. Dus super leuk. Nou, dat was het voor, een, uh, voor vlog 70. Ik hoop dat je er heel veel plezier aan hebt gehad. Ik ben er in principe weer over twee weken, maar het kan zijn dat het wat langer duurt. Want uh, over twee weken uh, uh, is mijn man jarig. En op die dag hebben we het feestje van Aagje. Want Aagje is net als ik op 29 oktober jarig. Uh, ik denk dat ik nog wel iets met een leuke actie doe via de nieuwsbrief, maar dan moet je, je even inschrijven op de nieuwsbrief als je daarvan op de hoogte wil blijven. Um, dus in die week uh, zitten we een beetje druk. Uh, we zijn een feestje aan het geven en een paar dagen daarna ga ik een weekend weg met Eline. Dat hadden we nog te goed, omdat zij mee zou gaan naar de Nit Notbeurs afgelopen zomer. En dan zou ze meegaan en dan zouden we twee nachtjes ook in Tilburg overnachten. Dat ging allemaal niet door. Uh, dus we wilden nog steeds een keer een weekendje weg. Dus waarschijnlijk ga ik pas na dat weekend, waarschijnlijk ga ik dan pas over een week of drie weer een nieuwe vlog opnemen. Uh, maar wie weet waar ik tussendoor ineens de tijd vandaan haal. Maar als je dus niet gelijk over twee weken de nieuwe vlog ziet, uh, dan weet je uh, dat het gewoon eentje wat langer duurt. Omdat we met leuke dingen bezig zijn. Heel veel dank weer voor het kijken. En nou ja, behalve de donaties waar ik eerder voor bedankt heb. Ook elke duimpje omhoog, elke uh, uh, abonnee. Er komen lekker veel abonnees bij. Superleuk, ontzettend welkom. Uh, maar elk duimpje omhoog, elk commentaar dat je op dit kanaal achterlaat: dat helpt dit kanaal te groeien. En hoe harder dit kanaal groeit, hoe meer mensen ik hopelijk kan aansteken met het breivirus. En hoe gezelliger de wereld erop wordt. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je nog een hele fijne maand oktober. Als je ook herfstvakantie hebt. Geniet er lekker van. En natuurlijk vooral heel veel breiplezier. Doei!